Kassie kijken met Ron Vergouwen. Vroeger was je als programmamaker mislukt als je niet een beetje kritisch en een tikkeltje zuur was. Nou, die tijden zijn voorbij, maar deze week zei RTL-directeur Erland Galjaard dat het allemaal nog positiever moet. Vooral bij RTL Boulevard. Minder nare roddels en echtscheidingen. Nee, jongens, positiviteit. Dat had Albert Verlinde de volgende dag al goed in zijn oren geknoopt. Juist, we gaan er vanavond positief in. Ja, we beginnen met het goede nieuws. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Minneke Peterson, die uit het ziekenhuis is. Oh, soms dan, weet je, zo'n dag als vandaag een beetje druilerig. En heel Nederland is aan het mopperen, weet ik wat allemaal. Dan is het heerlijk als er een mail binnenkomt dat je denkt, ah, het leven is wel mooi. Ja, kortom, een en al happy de peppy. Deze week werd het Songfestival nummer bekendgemaakt. Even ter herinnering, dit was vorig jaar nog het commentaar van Albert Verlinde. Het is verschrikkelijk, het is een uitvaart, het is zwart-wit. Dit wordt een disaster. Ja, maar we werden wel tweede. Dus dit jaar een frisse wind bij Albert. Ik heb het zitten luisteren, het is fantastisch. Ja, het blijft absoluut hangen. Het is echt goed hoor. Ja, en niet alleen bij deze rubriek veel lachende gezichten. Het is deze dagen overal op tv één grote roze waas van positiviteit en gezelligheid. Ook in de reclameblokken. Je wordt als kijker weer verblind door Prodent Smiles, want ja, het is kerst. I wish all my Sky Radio listeners Merry Christmas and a Happy New Year. Tja, maar alleen die kerstclip met presentatoren van kinderzender Zep heeft toch een klein beetje een zure ondertoon. Maar het glazuur springt wel heel snel van je tanden met die clip in de reclame van die één grote supermarktketen. Ja, en juist op deze zoetsappige clip, waarin wordt opgeroepen in te zamelen voor de voedselbank, kwam dan weer heel veel kritiek. René Vroeger en een groep met heel veel andere bekende Nederlanders liggen vandaag onder vuur. Ze doen mee aan een reclamespotje van de Jumbo, bedoeld om juist geld op te halen voor het goede doel. En er is weer kritiek, want waar betalen die bekende Nederlanders zo? Ho, 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 RTL Boulevard, wat had de baas nou gezegd? Geen kritiek. Positieve benadering, alsjeblieft. Hoe kan het dan dat mensen over elkaar heen vallen om te roepen dat bekende Nederlanders betaald krijgen, dat ze dat beter aan de voedselbank rechtstreeks hadden kunnen geven? Denk ja, ze ik, snappen het gewoon niet. Wij zijn natuurlijk blij met z'n allen. Hebben de kerstgedachte. Het is nog begin december. We hebben nog weken zat om gewoon positief die kerst in te gaan. Laten we vandaag beginnen. Juist, zo moet het. Ook bij RTL Late Night een positief geladen spanning deze week. Vooral afgelopen maandag met de fans van de jongensgroep One Direction. Een groot applaus voor One Direction! Is that cheese? It's cheese. You want to try it? I don't know. What kind of cheese is it? It's Dutch cheese, of course. Oh, ooh, it's the best cheese. We're very, very lucky to have the fans that we do have. And it's a privilege for them to be here, but it's also a huge privilege for us to be here. Doei, doei, lekker ding! En tot zover deze speciale uitzending van RTL Late Night. Ja, veel verstond ik er ook niet van, maar Umberto voelde de jongens van de band behoorlijk aan de tand. Denk ik. Thank you. Thank you fans, thank you. Ja, die trend dat alles positiever moet bij RTL is een paar jaar geleden al ingezet bij de talentenjachten. Bij Idols werd iedereen nog afgekraakt. Bij The Voice worden alle kandidaten stuk gecomplimenteerd. Dit was echt te gek. Oh, ik vond het zo mooi. Echt waar? We hebben te zwijmelen hier, ja. You did it, boy. Het is gewoon raak. Ik ben er stil van. Ik ben sprakeloos. Ik vind jouw stem heel oprecht en puur en eerlijk. En hier sta je. En wat stond je er, man? 100% dat ik de eerste ben die jouw cd gaat kopen. De muzikaliteit druipt er vanaf. Je kan gewoon alles. En ja, ik moet toegeven, er wordt over het algemeen goed gezongen. Maar als er niet af en toe een klein scheutje zure Jacques d'Ancona-azijn kritiek bij komt, dan vrees ik dat Nederland over een jaar toch echt klaar is met The Compliments of Holland. Al zal, als het aan presentatrice Wendy van Dijk ligt, geen onvertogen woord meer vallen in dit programma. Ze gaat zelfs een tijdschrift uitbrengen met alleen maar positief nieuws. Ik vind dat er zoveel negatief nieuws is tegenwoordig. Ik hoef mijn nieuwsapp maar te openen en het is zo hard en wreed en zuur en cynisch.
Dus ik dacht, nou, dan ga ik het zelf doen. Ja, en dit alles speelt zich niet alleen maar af bij de commerciële. Ook bij de publieke is er een opmars bezig aan Halleluja-shows. Neem nou De Wereld Draait Door van deze week. Mevrouw Kroes, ja. Wordt special envoy. Stoer, ja. Hè? Ja, ik vind het sowieso heel moeder stoer. Alle start-ups, ja, hartstikke leuk. Vincent Inke zag een wonderschone film over Stephen Hawking. Common Linnets. Alles wat ze aanraken is al goud. Ja. Ingrid Simons staat straks laten zingen. Een schitterend kerstlied. Les van Peter van der Meers. Wat willen we nog meer, Pieter? Fantastisch aan. Tja. Kijk, ik ben de laatste die hier de zure recensent wil gaan uithangen. Maar al die opgewektheid en positivisme op de buis, het kan soms wel ten koste gaan van de geloofwaardigheid. Kassie kijken met Ron Vergouwen.